Top weer, leuk gespeeld. Alles zat mee, dus weer een mooie dag. Dus een mooie promotie weer voor de club. Ik denk dat we vandaag rond de 80 mensen aan het spelen hadden. Dus 40 koppels, dus een mooi aantal. En jij bent doorloos winnaar geworden van een van de pools. Van de D-pool, dus, maar we zijn winnaar. Dus dat gaat om, en we hebben plezier gehad. Dus ik mag thuis komen. En als voorzitter deed je dat samen met de secretaris? Ja, tuurlijk. Bestuur moet ook meedoen. We zijn voorbeeld, dus in dat opzicht helemaal goed. Dus dat was leuk. De Almelo Cup. Wie heeft uiteindelijk die gewonnen? Ja, ik vond het leuk. Het was ook weer bijzonder. Leuk weer gaat, mooi weer bedoel ik. Die jongens zijn die elk jaar zitten ze in de top 5. Ja, dit zijn echt jongens die op hoog niveau spelen in Nederland. Ja, meer dan hoog niveau. En Duitsland natuurlijk, want ze spelen ook in Duitsland in de Bundesliga. Hoeveelste keer is het al dat de Almelo Cup door de TROS wordt georganiseerd? Ik denk dat we op dit moment 15, 16 keer dat we op dat niveau zitten. En telkens volle bak. We zijn bezig met het toernooi van volgend jaar, maar er komt eerst nog een ander mooi toernooi. En dat is een tweedaagse begin september. Dus die is voor ons ook erg belangrijk. Papen, wat was jouw indruk van deze dag? Nou, een fantastische organisatie van de TOS in Almelo. Al met al hebben we natuurlijk een prijsje gewonnen, eerst in de B-pool. Ja, we zijn echt heel tevreden. Dat viel vandaag niet tegen. De score was bijzonder goed, zou ik zeggen. En heb je met plezier gespeeld de hele dag? Ja, het was een reusachtig mooie dag. Goed weer. De bar was uitstekend hier. Alles was perfect hier. Een stukje promotie voor ons allemaal om ook extra leden te krijgen. Dus erg belangrijk. Dus 13 mei van 1 uur tot 4 uur 's middags. En iedereen is welkom. Ja, allemaal moeten ze komen. Er is genoeg te doen. Een hapje, drankje. Alle sporters zijn aanwezig. Amicus, Big Bulls, Aragosta, de duikvereniging. Ga ze maar door. HSV, de hondenvereniging. Mag ik absoluut niet vergeten. Wij natuurlijk, de TOS. Dus het is zat te doen. Dus erg belangrijk. Dus 13 mei van 1 uur tot 4 uur 's middags. En iedereen is welkom. En gaan jullie als TOS nog iets speciaals doen? Het is met name laten zien wat doen we hier. Spelen, een stukje uitleg van het spelletje en laten zien dat het gezellig is.